Ik zou graag willen uitnodigen Klaasien Kramer. Dan staat hier bij bewoonster van het eerste uur. Dan gaan we natuurlijk straks even vragen wat dat eerste uur was. Ga lekker zitten. En even kijken, Marja de Bruin, directeur van Woonstad Rotterdam. Welkom. Hallo. Nou, fijn dat jullie er zijn. Nou, jullie hebben het filmpje gezien, het eerste ronde gehoord. Ik wil even beide met een vraag beginnen, dan zien we wel vanzelf hoe het gesprek gaat. Als eerste uurbewoonster, waar moet ik dan aan denken? Vanaf wanneer dateert het? En kunt u ook iets zeggen hoe in die tussentijd, naar uw gevoel, de wijk veranderd is? Ik ben hier komen wonen in 1955, april 55. En ik ben bewoner van een van de eerste woningen in deze wijk. Dus ik heb hier gewoond, woonde nog steeds. Ik heb er altijd gewerkt, eerst als verloskundige en later als maatschappelijk werkster. Ook in de wijk? In de wijk. Ja, ja. En we werken en wonen in de wijk. En ik woon nog. En met enorm veel genoegen, moet ik zeggen. Ja. En de wijk verandert, had u gevraagd. Hè? Ja. De wijk was een arbeiderswijk. Opgezet door mevrouw Stambezen. Met een visie hoe je zo'n wijk zou moeten zijn. En een visie die mij enorm aansprak. En nog aanspreekt, moet ik zeggen. En de wijk is inderdaad wat veranderd. Vooral ook, denk ik, omdat de overheid, mijn visie daarin, een belangrijke rol heeft gespeeld. Moet ik die rol uitleggen? Nou, misschien even kort. Ja, nee, doe maar even kort. Want ik ben een beetje benieuwd of de samenstelling van de wijk veranderd is. En of dat ook, hoe dat bijvoorbeeld voor mensen van het eerste uur, hoe die dat hebben ervaren. Ja, ik denk moeilijk. Ik denk moeilijk. De corporaties die in het begin hier werkten, die er waren diverse corporaties. En een van die corporaties waar ik werkte was een zeer democratische corporatie, waarin de leden, die was toen nog lid van, inspraak hadden in wat er gebeurde. Ja. Dat speelde een rol. Daarna heeft in de jaren 90 vooral, heeft de overheid, de gemeentelijke overheid, die heeft de mogelijkheid van de corporatie om invloed uit te oefenen op de bewoning van de wijk getorpedeerd in mijn ogen. Ja, okay. In de zin van nummer 1 is belangrijk en die plaatsen jullie maar. Nou zeg ik het heel genuanceerd, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar het is wel in die kader. En het gevolg daarvan was dat er niet meer gekeken wordt gewerkt of mensen bij elkaar pasten in een portiek, ja. Maar dat er stomweg geplaatst werd en dat er mensen kwamen wonen die eenvoudig niet bij elkaar pasten. Ja. Met alle negatieve gevolgen die dat voor de wijk heeft. Oké, misschien komen we daar zo nog even op terug. Misschien is het even interessant om te weten hoe dat nou vanuit de corporaties gedaan heeft. U bent van Woonstad, maar de Woonstad was nog niet de corporatie die dit toen allemaal gebouwd heeft. Of was één van de corporaties toen? Hoe is dat gegaan? Corporaties hebben in de periode waar wij het over hebben, over het algemene schaalvergroting ondergaan. Woonstad was één van de is heel recent, per 1 juli nu ontstaan. Maar één van de oorspronkelijke toeleveranciers, ja, was ook de eigenaar nu. En Woonstad, toenmalig OWG, had voor het grootste deel het woningbezit in Pendrecht in haar eigendom. En dat is nog steeds zo. Dat was destijds vooral sociale woningbouw voor deze alleen wijk? Alleen maar op een enkele woning na. Ja. En misschien zit daar ook wel, zeg maar, kern van het probleem. Want ik ken Klaasien al wat langer. Even als leuk detail. Zowel mijn eerste baan als mijn eerste woning was ook in deze wijk. Dus ik ken hem ook al wat langer. Behalve waar Klaasien het over heeft, plaatsing. En let op, deze wijk was heel eenzijdig samengesteld met allemaal kleine appartementen, grotendeels zonder lift. En naast dat het niet alleen ging omdat mensen, dus alleen mensen met een laag inkomen, hier in aanmerking kwamen voor een woning, ging het ook over een woningmarkt. Mensen zochten iets luxere woningen, zeker de mensen met wie het beter gaan. En in Pendrecht hadden we dat simpelweg niet te bieden. Er zijn natuurlijk. Ja, u wou het zeggen? Nee, ik zei klopt. Het klopt, dat wordt genoteerd door iemand, meneer Vervolg, noteert dat allemaal. Er is natuurlijk sinds 1955, zou ik maar even zeggen, in Nederland heel veel veranderd.
Dus de getallen die hier circuleren is dat rond 1,8 miljoen mensen van een andere culturele, etnische, religieuze achtergrond naar Nederland zijn gekomen, de immigranten. En ik neem aan dat dat ook in deze wijk, die heeft daar ook zijn deel van, zal ik maar zeggen. Hoe is globaal de verhouding autochtoon en allochtoon? Ja, voor zover je dat laatste woord nog mag gebruiken hoor. Want veel allochtonen zijn gewone Nederlanders, maar even ter wille van de discussie. Een eng woord hoor, allochtoon. Wat zegt u? Vind ik een eng woord, allochtoon. Nou ja, het is een woord dat niet erg bruikbaar is, wat ik net zeg. Een heleboel zijn Nederlanders. Maar omdat u zegt, ja, wij werden geconfronteerd met plaatsingen van mensen waarbij niet gekeken is of die het konden vinden met de anderen dan. Ja. Maar dat heeft niet te maken met de kleur of, okay, of de afkomst van die mensen. Hou me te goede. Nou ja, dat was niet dat de inzet. Kan ook nog wel, maar dat was het. Nee. Dat was niet de inzet. Ook in de tijd dat de corporatie nog invloed had op de toewijzing, waren afspraken met de gemeente gemaakt dat de urgente mensen, of mensen die een urgentieverklaring hadden en die hier kwamen, en dat er ook een zoveel procent van het leegkomende woningbestand toegewezen zou worden aan, laat ik dan toch nog maar zeggen, allochtone mensen. Dat is het probleem niet. Het probleem zat meer in dat je bijvoorbeeld, als voorbeeld zal ik noemen, dat er in een van de woningen hier woonde een Hindoestaans gezin. Wij kregen het verzoek om een Creools gezin te handhaven. Wist ik veel dat dat verschil, weet ik nu, maar toen niet. Dus ik vroeg aan dat gezin, aan dat Hindoestaanse gezin, of zij bereid waren dat andere Surinaamse gezin, dat was Surinaams, op te vangen. Daar had ik goede afspraken mee. Het gezin werd geplaatst in dezelfde portiek met de inzet dat zou doen. En toen bleek dat dat niet paste. Ja, okay. Nou, dat bedoel ik er eigenlijk mee. Het heeft te maken met een goede plaatsing. Het heeft te maken dat je kijkt waar mensen met elkaar kunnen wonen. En dat heeft niet met kleur of met achtergrond.